Je wordt vaak genoemd als grappigste, gekste teamgenoot die zij hebben gehad. Zo zou je tijdens hardloopsessies bij Jong Oranje spelers in de sloot duwen. Ja. Heeft René van Dieren een keer met -5 moeten slapen omdat jij de kamer moest warm roken en dan moest het raam open. Wie was nou een speler waar jij echt mee kon lachen? Ja, dan denk ik Pascal Boschaert. Dat is wel een jongen waar ik heel veel mooie dingen mee heb meegemaakt. En er zijn ook heel veel dingen die ik niet kan vertellen op camera. Is er eentje die je wel kan vertellen? Ja, er zijn zoveel dingen. Pascal was altijd in voor een grapje en niks was veilig. Dus de shampoofles... Je hoeft Pascal trouwens niet te sparen, want Pascal heeft zelf verteld op camera dat hij een keer in de schoenen van zijn trainer had gescheten. Ja, nee, op camera. Ja, ja, dus Pascal kan... is een bijzondere jongen daarin. Niks was veilig, dus shampooflessen waren niet veilig, want daar kon wat anders in gaan. Slagroomsoezen die er stonden waren niet veilig, want er ging scheerschuim in. Ja, was er een groepje die elkaar een beetje aanpakte die dat deed. En bij mij liet ze altijd wel met rust. Dus, waarom liet ze jou met rust? Geen idee eigenlijk. Geen idee.